Hallo kijkers van Schijn in de Sprijten. Zonder bedoel. Ja, zonder bedoel. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, dat zei je zonder vorige aflevering al, ja. Bedankt voor het kijken, wou ik zeggen. Ja, het is maar gelukt. Ik heb Milan van zijn apropos gebracht. I hit myself in confusion. Ja. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Black and White 2 Avatalk met Sander van Gaming SB. Sander, voordat ik ga opzoeken wat ik moet doen, want dat weet ik niet, heb ik een belangrijke vraag voor je. Ja. Nou, door de aura voel ik gewoon iets en ik heb even een vraag. Ben je toevallig naar de kapper geweest? Ik voel dat soort dingen. What the fuck? Yo, you are in zo'n psychic game? What ik ben zo'n spikeik, ja. Zo'n... Oh, ja. What the fuck? Boy, yo. Yo, gozes. Oh, ik ga zo hard weer dood. Misschien kan ik runnen. Oké, note to self, we gaan daar weer in. En die kleine kind gaan we ook eventjes ontwijken. Dat kleine kind voor de Nederlanders onder ons. Oh, een bidoo! Nee, die heb ik al. Bidoo. Mag ik niet meer vangen. Sad face. Red flute. Yo, een bidoo, had ik die maar. Oh, wacht. Jij moet even carry hoor, want ik moet even opzoeken wat ik moet doen. Ja, ik moet een dubbel battle bevechten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Heb je de eerste gym badge? Oh ja, wel. Dat had je wel. Hè. Ja, die had ik nog met Bidoo. Bidoo. Had ik al gezegd dat Bidoo niet meedeed deze aflevering, omdat ik die vorige aflevering dood liet gaan? Wat is een Bidoo? Oh, nou is wel zo. Wat is een Bidoo? Een Bidoo is een Pokémon. Dan zal ik even de Pokédex voorlezen. Wacht even, ik ga even opzoeken op Bidoo. En nu doen we allebei niks. Nice. Jij, hey, oh. Bidoo. Bidoo, the butt Pokémon. In winter, it keeps its butt closed to survive the cold, but then opens it again in the spring. Met de Pokédex stem, hè? 1-1, echt. Ja, volgens mij heb jij gewoon die stem ingesproken. Ja, hoe wist je het? Heb ik dat met jou een keer verteld of zo? Nee, dat hoor ik nu gewoon. Oh! En ik ben een Pokémon meester, dat helpt ook. Ja, je hebt natuurlijk al die afleveringen al gezien. Dus dan weet je dat natuurlijk. En ik heb natuurlijk al lang een keer opgezocht toen ik Pokémon zat te kijken van wie is de. Oh, tuurlijk. De inspreker van. Van de Pokédex stond er Sander Deedles, stond er. Oh, ja. Ik dacht even eerst van, oeh, gaat hij het doen? Gaat hij het doen? Ik bedoel, als je Sander Bakker zegt, ik bedoel... Sander Bakker. Weet je waarom? Omdat hij bakt er niks van. Dat klinkt wel als Sander. Snap je niet? Oh, jammer. Oeh, hoe durft het te regenen? Wat is dit? Yo, hoezo heb jij een kelder? Dat mag helemaal niet. Nee, die heb ik ook helemaal niet. Dat ben ik ook helemaal niet. Dat is toch mijn dubbel battle, bitch. Ja, ik wist dat niet. Ja, doe dan in plaats van dat je helemaal gek wordt, vraag het dan gewoon. Ja, geleerd van je mistake? Nee. Die lappers wordt echt een probleem. Nou, ligt eraan. Als die Conkeldurr een goede fight aanvalt tegen die lappers. Ja. Oh ja, Bite kan in deze game zeker al niet tegen Steel-types. Ja, kan wel. Oh, dat heeft veel damage. Not very effective. Ik haat dat. Dat Dark, not very effective is tegen Steel, grootste bullshit ooit. Oké, rustig. Je hoeft niet boos te worden. Nou, doe ik wel. Nice. Dit moet veel damage doen, want Wake Up Slap deed ook heel... Ja, dit deed veel damage. Nice. Die heb ik al. Nee, die heb ik nog niet, maar... Een Gator met ver... Varela. Yo, weet je trouwens, leuk feitje over Varelegator, dat... Yo! Hoezo is hij eerder? Is dat een priority? Is Ice Shard een priority move? Nee, niet dat ik weet. Bedoel ja, dan is het dus een speed tie, wat kut. Ja, dat moet wel, want net was Lepers na Conkeldurr. Ik denk het wel.
Tot zover mijn feitje voor de game. Ja, hallo. Mag ik een keertje ook gewoon dat het even over mijn gameplay gaat? Yo, deze mag jij vangen. Is dat genoeg over jouw gameplay? Nee, totaal niet zelf. Dat is ook helemaal niet over jouw gameplay. Dat is het grappigste misschien nog wel. Dat is over mijn gameplay en dan een betrekking tot jou. Wat ook wel lief is, maar... Nee, daar is niks aan. Yo, dat zag er wel grassig uit. Omdat het zo is. Een Frizzioning, die mag je vangen. Ja, die ga ik nooit kunnen vangen. Grass fight. Ja, ja, zie je. Eye shard is een priority move. Daardoor is mijn substriker nou dood. Oh, de kutzooi. Dat wist ik oprecht niet. Een crit, gozering. Doe nou even needing. Wel potions. Hier. Sander, die heeft potions dit keer. Premierbal, ik vind deze guy leuk. Verizion, you do be liking the premier. Als je die hebt, dan moet je echt blij zijn. Dat is neutral. Ik denk steeds dat het not very effective, maar ik ben natuurlijk ook normal. Nou, zo normaal ben je ook weer niet. Want elke flying type is ook een andere. Alhoewel, in Gen 5 trouwens niet meer. Nee, dan heb je tornado's thing. Tornado's en zo. Nou, alleen tornado's. Ja, oké, okay, maar de primary flying... Is Thunderous niet wel primary flying? Ik denk dat die primary electric is. Ja, dat klopt trouwens, want toen ik hem opzocht, toen was zijn, waren zijn randjes de flying type kleur en zijn, de rest was allemaal ingekleurd met geel. Dus, ja. Oh, ik had Game Boy Lug moeten zeggen! Ta-da-ta-ta-da-da! De katten schrikken zo erg van mijn rage, dat die zijn allemaal weg nu. Die zijn gerage quit. Gameboy Luke. Oh, je vindt mijn grap niet eens leuk? Jawel, jawel. Die zijn wel gerage quit, dat klopt wel. Maar ik ben eventjes... Zag je dat? 2 keer 3 shakes en niet zitten. Oh nee, dat zag ik niet, sorry. Dat zag ik niet, ding. Oké, okay, ik ga nu opletten, ja? Als hij wel 3 shakes heeft. Dat ja, klopt, nu ja. Doet hij dat nooit weer. Wat? Ik moet dit doen, dan raakt hij wel burnt, maar... Grass fighting is best een goede type combinatie. Ja. Verloom. Ja, Everizion. Oh ja. Weet je al diegene die je probeert te vangen, die? Nee, die ken ik niet. Hm. Heb ik nog nooit gezien. Hoe ziet die eruit? Ziet die er toevallig groen uit? Iets met magische kleur. Ik doe maar een gokje, hè. Oh, nu is hij dood. Kom op, crit. Dat is geen crit. Dat hij is nog niet dood. Oké. Okay. Pokeball. Please, is mijn laatste kans. De laatste kers. Game Boy Luke. Ta-da-ta-ta-da-da! Bim! Kibim! Alles. Dit is heel ziek. Dit is heel ziek. Sander, je bent echt goed bezig vandaag. Wat is dat? Wat heb je gecheating? Ik ken niemand die ook vechter is in zijn vrije tijd. Maar je kan vast wel een of andere... Een reactie die je krijgt als je ergens een harde klap op geeft? Nee. Ja. Bruce Lee? We kunnen hem wel. Logan Paul? Maar dat is meer hitte, exotherm. Vandaar ook term van warmte. Kibooming? Oh, wacht, ik weet hem. Dat is wel niet scheikunde, maar natuurkunde is ook goed. Derde wet. Want actie is reactie. Hè? Dus als je een fighting type gebruikt, kun je ook een fighting type verwachten. Dat is niet hoe dat werkt, maar... Eigenlijk is het ook dat actie. Dat is bijzaak. Het
is ook actie, mijn reactie. La Festa, ra, ra, ra. Zonder R, want het is La Festa. Ja, klopt. Heeft hij ook een vest aan? Ja, volgens mij is dat niet op een ruine ding. Ja, vanaf nu wel. Volgens mij leert Sharpedo trouwens tot heel lang nog geen water type moves. Misschien in Gen 5 wel op een gegeven moment hoor, maar volgens mij duurt dat nog wel even. Oké. In oudere games sowieso, maar ja, in oudere games zijn alle movesets trash. Dus ja, daar heb je sowieso niet zoveel aan. Daar heb je helemaal gelijk in. Gelijk in één ding. Alleen in Gen 1 zijn sommige movesets wel goed, maar dat is puur omdat de moves broken zijn. Yo, die mag jij vangen. Want dat is zo'n draak. Want daar heb ik iets aan. Draaking bedoel ik. Sorry. Ik wou al zeggen, hoe durf je alleen maar draak te zeggen, terwijl het een draaking is? Of net King Gra. G-King. King Dra kan ook, ja. King Drying is het dan, maar wel goed dat je probeert. Echt, dat Jordi dit nog steeds kan kijken met alle ing die wij gebruiken. Nou, valt best wel mee, ing. Had jij trauma? Wacht. Kijk eens naar mijn, volgens mij is dat mijn nieuwste TikTok? Ja, kijk eens naar mijn nieuwste TikTok en dan naar de reacties. Nu? Ja, in deze aflevering. Like, right now, ing. Oké. Okay. Right here, right now. Ticking Talking. Nee, dat is gek. Ik typ de Ticking Talking in. En dan gaat naar TikTok.com. In plaats van Ticking Talking. Waarom krijg ik deze bullshit? Wel een trash video. Yo, something went wrong? Yo, Dionne zegt kabooming. Dat is mijn zusje. Ik had niet eens gezegd wat ze dan moest zeggen. Rekering, post ik er even op. Zo. Nu kunnen we weer verder met de gaming. Yo, yeah. Dat is een Engels neemwoord. Nee, maar dat is trouwens echt een Engels neemwoord ding. Yeah. Wow. Gaat een wereld voor een opening. Waarom ben ik zo? Jij bent dat... zo. Dat ik je nooit allerlei. Wat een kutlied is dat, maar toch zing ik het. Jeroen from the tree. Is het niet Jeroen from the tree, Ing? Nee, het is even zonder Ing, Sander. We zijn een beetje Ing klaar. Tot over 2 minuten, dan niet meer. Ik ben klaar. Oh, je bent een grab jacket. We will rock you. Volgens mij zei deze guy dat ze net. Oeh, hier moet ik op passen. Hier moet ik op passen, Jan. Dit is zo'n soul rocking. Hey, ik zei toch we will rock you. Ik zei het wel. Sander, is dat kapaar? Kapaar, hartstikke kapaar. Maak hem kapaar. Ik maak hem hartstikke kapaar. Oh, helemaal niet. Oh, misschien had ik bite moeten doen als water gun. Je wordt gewoon heel hard verslagen. Dat is niet waar. Wat zijn leugens? Leiding. Opleiding. Wel opleiding, mijn jongen. Oh, dit is heel kut. Ice. Ice baby. Ice is best wel fris. Oh, wacht. Ja, hij is ook gras, hè? Vergeet dat niet. Ja, maar vanillish. Famous last word. Weet je trouwens, no, never mind. Had ik dat gestuurd naar jou? Hey Sander, je bent al voorbij dat punt, hè? Ik zie nog steeds versnelknop. Wacht even. Wat wou je eigenlijk zeggen? Of ik een video naar je had gestuurd. Nee. Een video over wat de minst populaire Pokémon zijn. Oké. Was het niet die vuuraap? Nee, de allerminst populaire was Watchhawk. Echt? Ik dacht dat die vuuraap de minst populaire was. Jirai Pi... Nee. Die Sammy Sears heet. Ja. Of Sammy Sage. Of die heeft een keer een wedstrijd gewonnen als minst favoriete Pokémon, als het goed is. Door Pokémon gehost. Dit wordt een probleem.
Nou, dat zou best kunnen, maar iemand had in YouTube of in Google had die reclames ingekocht, zeg maar. Mm-hmm. Of reclames gemaakt. En zo kon hij dus zien wat het minst gegoogeld werd. Dus het was ook niet echt minst populair, maar meer minst gezocht. Ah, oké, okay, ja. Helemaal hetzelfde is natuurlijk. Want als iets heel onpopulair is, kan het best wel veel bezocht worden. Mm-hmm. Kijk maar eens naar Donald Trump. Nou, Donald Trump is dus heel gek genoeg door sommige mensen wel heel populair. Ja, touché. Daar heb je gelijk in. Ik heb... Oh, ik heb zo geluk. Nee, maar... Ja, nou ja. Ik bedoel... waarom moest ik deze Gyarados ook... Dit is ook optional, denk ik. Want ik kan volgens mij ook gewoon direct de Gym Leadster. De Gym Leadster? Ja. Een vlamwerpige body heb jij? Ja, al heel lang. Al vanaf je hebt het zo eigenlijk heet? Weet ik. Maar ik vaker... Nee, dat is niet waar. Crocona heb ik het over, hè? Crocona is pittig heet. Oh, ja, die is wel pittig heet. Nee, ding is pittig heet. Scherpe pedo. Oh, niet eens Crokonau in? Hij is ook pittig heet, want hij heeft van de body. Je had hem Kroko straks moeten noemen. Dat vind ik. Hoezo doet Trash ineens zo... Oh, zijn attack is gehelft door de burn. Wat ziek. Dat doet burn meestal wel, ja. Ja, dat was ik eventjes vergeten dat zo'n neveneffect was van de burning. Boeio, het is een meisje, het is een nichteffect. Wat? Nee, wat? Oh. Duur even je eentjes. Ja. Lauwerige Gia. Ja, maar jouw scherpe pedo kan wel zo'n vlamwerpige body doen. Nu niet meer. Dit is de croak, ja. Dat weet ik, maar jij kon switchen net. Je stond ook met je... Kijk eens wat deze guy heeft. Oh, die heeft vlamwerper. Net zei je dat je scherpe pedo een vlamwerper... Nee. Oh. Wij willen. Dat zei ik. Van, ja, Croaky ook, want... Die heeft flamebody, zei ik. Die andere was omdat die... Vernoemd is naar die stof die al... Die pittig shit pittig maakt, zeg maar. Ah, vandaar, got it. Dat noem je in de volksmond ook wel heet. Is bite niet super effective? Ik heb nu gewoon bite, natuurlijk. Dus daar ben ik wel bang voor. Maar had ik best wel veel potions, hè? Ja, oké. Okay. Paar potions, nou. Anders had ik misschien geswitcht, kijken wat dat deed, maar ik denk niet dat het nodig is. Oeh, dat was wel zo'n crit. Ik denk wel dat ik één hit kan tanken. Nog een crit is niet trouwens, bedenk me net. Oh jawel. Oké. Okay. Ik vind het best wel spannend, zo'n Lugia. Dat snap ik wel. Oh, please ga naar scherpe pedo. Please ga naar scherpe pedo. Please ga naar scherpe pedo. Nee, naar Starivia. Die whirlwind is wel echt kut, hoor. Ja, dat merk ik. Oeh, Drudigan. Whirlwind. Oh, Drudigan. Please ga naar Drywillen. Please ga naar Croaky. Nou, dat is wel lief van hem. Nu hoop ik dat ik wel eerst ben. Of hij doet kust, dat mag ook. Ik denk wel dat ik hem... Nou, nee, ik denk het niet. Jawel. Omdat het een crit was. Niet. Jawel. Nee. Jawel. Ja, maar het was een crit. Anders was het niet gelukt. Critting. Critting, critting. Yo, heette deze nou Billy Joe? Nee, heette Billy Joe, maar... Ik vond het wel grappig. Ik moest net tegen iemand die Fleming heette. Johan Fleming? Met al die poppen? Nee, dat is Flemings. Oh. Oeh, donderige tand. Thundering, standing. Dat is hoe ze dat in het Engels zeggen.
Weet je wat, hoe ze het ook in het Engels zeggen? Vermoeiend ding. Oh, deze beauty heet ampère. Omdat het een elektrische gym is, normaal. Oh, oh wow. Dat zou een naam voor een van mijn Pokémon kunnen zijn. Ja, zij steelt mijn shine. Nu moet ik huilen. Nee, is... Janken dan, bitch! Nu moet ik even van het lachen. Yeah. Als je dat zegt. Dat wordt wat als je hier komt met Scarlet of Violet. Dat wordt feesting met een heel erg boel langurige livestream. Ja, zeker. Kunnen we de aflevering afsluiten en dan kan ik hem hier zeven? Nee. Je kan hem wel zeven, maar ik kan hem nog niet afsluiten. Te laat. Te laat, Ing. Nou, 7 kan wel. Maar ja, als je doodgaat, heb je gewoon pech. Dus... Ja, daarom. Dan heb je pegging. Pegging. Niet te vormen, peggeling. Of baggying. Baggying? Oh, die van Wie is de Mol? Die hoort met Wie is de Mol mee. Molling. Wel 2 keer zelfs. Ja, dat klopt. Toen dacht ik nog dat hij de Mol was. Ja, ik ook, Ing. Ja, oh nee, ik dacht Patrick, maar ik had het ook niet goed. Oh, jij staat toen op Patrick, ja. Zaten Peggy en Patrick niet ook in hetzelfde seizoen? Nee. Niet in het originele seizoen, nee. Nee, dat klopt ook niet. Bedacht ik me niet. Want ze hebben sowieso geen zelfde uit hetzelfde seizoen gedaan. Nee, ja, dat klopt, maar... Ja. Nou, dan gaan we voor de 4e gymbed. Trouwens, over Wie is de Mol gesproken? Het zou best kunnen zijn dat we komende 2 maanden iets horen over Wie is de Mol. Ja, het lastige is, het is dus elke keer anders. Soms hoor je het pas in december. Vorig jaar was natuurlijk heel vroeg in september al. Ja. Maar toen gingen ze ook niet zo ver... Of jawel. Vorig jaar waren ze vorig jaar. Ik weet niet eens meer waar ze zaten. Was dat niet met die tapijten waar heel veel gedoe om was? Tapijtleggenopdracht of was dat het jaar daarvoor? Nee, het was, die tapijtleggenopdracht was wel dit seizoen, maar hoezo waren daar gedoe om? Nou, omdat ze het niet vonden kunnen dat ze zomaar die tapijten en dat ze die terug moesten geven of zo, weet ik. Ja, maar dat, is, dat hebben ze ook uitgelegd, omdat er overal een sticker op zat en zo. Ja, dat... Maar ja, wat denk jij dan? Dat NPO zegt zo van, joh, jullie zoeken het allemaal maar uit. Ja. Ruim het zelf maar op. Nee, ze hebben... Nee, tuurlijk. Yo, wij maken een rommel? Nee, jullie ruimen het op. En dan doet dat land zo van, nee, jij ruimt het op. En dan doet NPO zo van, nee, jij ruimt het op. Weet je dat die landen tegenwoordig, omdat Wie is de Mol dus zo'n hit is, dat de landen zeg maar Wie is de Mol uitnodigen in plaats van dat ze zelf een land zoeken? Dat is omdat het een super goede. Ze waren in Albanië, dat was het. Omdat het een super goede. Nee, dat valt wel mee. In vergelijking met waar ze ooit geweest zijn, is het een van de dichtbijzijnde. Okay. Ja, okay. Maar. Wat was ik aan het vertellen? Ik weet het niet meer. Sorry, nee, met dat. Nee, dat alle. Ja, omdat het super goed voor toerisme is. Weet je, Georgië is een land waar er geen Nederlander naartoe zou gaan als Wie is de Mol daar niet geweest was. Ja. En hetzelfde is Albanië. Mijn vader Albanië zag, toen wist hij meteen van oké, de volgende reis die ik ga maken is naar Albanië, want het is fucking mooi. Uiteindelijk is die vakantie toen niet doorgegaan, wat echt kut was. Toen heeft hij een andere vakantie geboekt naar Macedonië. Maar wel door Wie is de Mol ook. Overigens heb ik mijn 4e bed in de pocketing. Is hij dan ook al in Australië geweest? Nee, want dat... nee, daar is hij nooit geweest. Maar dat was niet dat hij elk jaar naar de bestemming van Wie is de Mol gaat, hè? Nee. Maar het was nu omdat hij Albanië had gezien. Oh, jij zit wel op het leukste punt van de game. Dat is wel vet. Ik dacht eventjes... Ik kon nu echt niet zo...
eventjes, je gaat echt iets serieus zeggen. En toen zei je dat. Sorry. TM voor flareblitzing. Who are you? Maakt niet uit. Laat me met rust. Je mag me van mij dit... Ja, jij hebt trouwens geen... Ja, ik wou net zeggen, je hebt speedbuttoning, hè? Nee, heb ik niet. Hmm. Die heb ik net uitgezet, maar ik doe hem wel even op 4 keer. Target FPS, wat is dat? Dat is ook speed. Maar waarom zo veel tekst? En waarom niet gewoon een button met speed? Nou, omdat ik die net gedisabled heb en deze heb ik niet gedisabled. Ja, dat is bij jou wel slim inderdaad. Deze gebruik disabled. Ik niet zoveel. Abelien van de Dis. Ja, maar deze gebruik ik bewust. En ik heb nu ook de hele tijd mijn duim op de spatie zitten, maar dat doet nu gewoon niks. En ik besef me net dat ik dat dus eigenlijk doe. Ha, loserboy! Nee? Oké. Okay. Jawel, wel loserboy. Oh, de film was saai. Oh, weet je wat we dan doen? Dan mag je nog een keer. Dan verlengen we dit saaie stukje. Yes! Yeah. Oh. Ja, ik ben zo blij. Ik mag mijn Pokestars video's. Yes! Als dit geen intro moment wordt, weet ik het ook niet meer. Misschien wordt het wel een Taking Talking. Taking Talking? Dat is dan Betering. Dat is een Dragon Air. Die is weet niet in dat, de air. Weet je dat mijn parodie eigenlijk allemaal tot stand is gekomen alleen door die TikTok? Oh, ik dacht door mij. Nee, ik zag dat liedje op van Call Me Maybe. Want ja, ik wou dat natuurlijk in die TikTok hebben. Ja. Ja, toen dacht ik ineens... Dit moet hem worden. Waarom maak ik niet gewoon een hele versie? Dus toen heb ik lyrics gebouwd en zo. En wat moet ik nu doen? Nou, doet hij niks. Oh, moet ik tegen hem maken? Shootfilm, rental Pokémon. Ja, nee, dus dat was de reden. Ik ben zo benieuwd wat je vindt. Helemaal niks. Heb je na eens aflevering tijd? Anders kunnen we een pre-watch doen, eventueel. Als je dat jawel, daar heb ik wel tijd voor. Daar maak ik tijd voor. Ja, dat is wel zin. Er wordt overigens wel tijd dat Blaziken een andere aanval dan Ember leert. Want dit is een beetje slecht. Nee, maar serieus? Heeft hij alleen maar Ember? Ja, maar dat komt omdat het al een Blaziken was. En geen Combusken. Want Combusken leert... Volgens mij in ieder geval iets. Firespin misschien. Oh, dat zou misschien. Ik weet niet wat er gebeurde, maar de Klinkklank ging dood door een of andere ability die hij had. Oh. Ik had zo net een Black Sludge Guy. Daar had ik dan vast, dat was geen ability. Ja. Is it okay to not release? Nee! Good work on the shoot. Will you release? Ja, graag. Oh, nee, hey. niet de movie release, hè? Would you like to release? Nee. Yes. Nee. Nou, het zal wel. Yes. Is it really okay to not release the movie you shot? Ja, het is een beetje... Volgens mij kan ik nu niet verder, hoor. Oh, je moet met die kale praten. Oh. Oh, toch niet. Ik heb het denk ik verneukt. Weet je nog dat ik... Ja, dat weet ik nog. Offscreen. Oh, hier, Sander. Ik ben nu bij een stukje. En dan vraagt ze, weet je hoe Hidden Grottos werkt? En dan moeten we. Dan laat ik jou zo zien hoe Hidden Grottos eruit zien. Zij laat het je ook zien. Hier, kijk, als je hier tussen twee boompjes, zoals hier rechts. Oh, ze gaat er nu voor staan met een dikke gezicht. Ga eens weg. Hier, kijk, als je tussen twee bomen, zeg maar. Normaal zit daar een opening tussen. En als dat niet zo is, dan is er een Hidden Grotto. En dan kom je hier zo in de Hidden Grotto. En dan is daar een basculin. Kiboom. Oh, dat is...
Nee, ja, dat kunnen dus hele goede items zijn. Of schijnende Pokémonnen. Oh, is dat een hogere kans op schijnende? Nee, dat Pokemon? Niet. Alleen je hebt zo'n... zo'n shiny... Hexorus. Die altijd ergens zit, zeg maar. Zo'n static. Ja, ik heb die ding ge... Ik heb die save geïmport, weet je dat nog? Ja. Ja, ik denk dat hij daar nu mee aan het kutten is. Oké. Ah, nee, nu doe ik weer. Ik moet even opzoeken wat select is. Ja, of ik moet dat in de menu doen, maar dat zal toch niet. Nee, want dan... Ah, dit was niet handig. Wat je kan doen misschien... Shift, up en B. Oké, okay, dus we gaan gewoon... Oh, dan moet ik weer... Oh... Oké, okay, even onthouden. Shift, up en B. Want ik wist niet wat select was. Dus ik kon ook niet die instructies volgen, zeg maar. Slakelt. Oeh, wel, het kan wel een slaking worden zonder Truant. Ja, dat is op zich wel. En een Pokémon die ik nog nooit van mijn leven gebruikt heb. Ik heb nu gezegd dat ik scared ben. Dat is wel echt heel lame voor. Ik ga dood. Is dat omdat ik I'm scared heb gezegd? Dat zou goed kunnen. Ik ging dood omdat ik gecrit werd. Oké. Okay. Would you like to... Ja. Save game. Hier staat... Press on the title screen. Title screen. Maar wat je kan doen, is dat je dus... zometeen hier eventjes een save state zet. Ja. Dat je het dus wel doet op de title screen en dan de save state daarna weer laat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet of dat werkt, maar ik kan het wel proberen. En als het niet werkt... Heb je een probleem. Oh ja. Oké. Okay. Hè? Oh, wacht, moet je dan... Hier. Hier? Hier, ja, hier. Nee. Shift omhoog B. Hold? Stond dat er? Ik heb geen idee. Je doet iets niet goed. Ja. Waarom heb ik dit nou weer? Ja, ik had ook niet zo moeilijk moeten doen. Nee. Oh, wacht. Ik snap het al. Ik dacht dat het L-shift was. Het was... rechter shift. Ja. Kijk. Do not turn the power off in. Dat bepaal ik zelf wel. Maar nou denk ik dus, omdat ik save state heb gedaan, ja, dat hij dat onthoudt, zeg maar. Oké, okay, ik ga het gewoon proberen, kijken of het werkt. No. Ja, nee, dat werkt niet. Zit echt ook vast in die save state als je hard saved. Heb je nog eentje vlak voor die save state of niet? Jawel. Kan je die eens doen en dan... Oh, dat is helemaal hier. Ja, als je even met versnelknop deze battle wil doen. Even iets proberen.
Dit telt niet dan? Stel, ik zou nu door een rusje doodgaan? Nee, dat telt niet. Nee. Ik wil gewoon even iets checken. Waarom weet ik altijd dit soort... Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk ook die import save weer deed in plaats van gewoon... Dat had ik ook niet moeten doen. Oh ja, deze onzin, ja, zit ook nog in deze game. Oh, een Landorus, leuk. Dit wordt echt een probleem in Triple Battle. Ja, het zijn toch Rotation Battles? Nee, Triple Battles heb je ook, hè. Oh, hoezo triggert die Drizzle dan weer later? Wat oneerlijk weer. Oké, ik heb nu de badge en zo alles. Kan je nu eens proberen hard te saven? Ik denk het niet. Oh. Nee. Op zich is het goed voor de... Wat een dom systeem ook, want je kunt dus nooit, als je dus in-game zit, kun je dus nooit een save-file... Ja, dat wou ik net zeggen. Op zich is het systeem natuurlijk best wel veilig voor het verwijderen van per ongeluk je save. Alleen, het is wel kut als je het niet weet. Ja, maar waarom kan het niet gewoon hier? Als je het hier zou kunnen doen, dat je shift up en B doet en dat hij dan override, zeg maar, dat was ook gewoon goed geweest. Ja, en wat ook gewoon goed geweest zou zijn is... Ja, als ik niet... Nee. Oh. Nee, dat wou ik niet zeggen. Wat ook gewoon goed geweest zou zijn is als je gewoon dan zeg maar dit kon overslaan. Ja, maar dat kan niet. Nee. Dat zou te makkelijk zijn. Ja, nee, dat wil ik. Save before. Waarom? Wat heb ik hier aan? Ik kan hier dus echt niks mee. Nee. Ik durf het echt niet te zeggen wat je nu moet doen. Ja, ik heb wel een oplossing, maar daar word je echt niet vrolijk van. Nou, ik denk dat ik die oplossing wel weet. Dat is opnieuw. En ik gelijk? Ja, wat ik zou doen, we eindigen zo gewoon deze... Wow, deze aflevering duurt ook gewoon al veel te lang. Ik zit natuurlijk best wel in de cut battle. Dat je offscreen gewoon met volledige speedbutton helemaal opnieuw speelt zonder regels en zo. En dat je gewoon uiteindelijk met de vel... met hetzelfde team hier bent, zeg maar. Ja, dat kan wel. We doen dat wel. Dit wordt echt een probleem. Ik moet deze battle even afmaken, hoor. Deze triple battle. Hey, weet je wat ik ondertussen kan doen? Pokestar Studios! Daar heb ik zo'n zin in. Kibuur. Mijn favoriete gedeelte van de game. Maar mag ik dan ook direct dit spelen, dat ik dat in ieder geval niet hoef te doen? Ja, wel, voor mij wel. Dat is heel ziek.
Want dit boeit toch niemand. En dit hebben ze toch al 10 keer gezien. Hey, het is geen aflevering van Avatar Lock als er geen... Niets fout gaat. Technical difficulties zijn. Dat klopt, ja. Dat iedereen het heeft overleefd, dat verbaast me echt. Wat bedoel je? Van van deze triple battle. Oké, laat me rust op de klas 7, want dan wil ik de aflevering beëindigen. Ik wil je bedanken voor... nice. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.